Nou, ik ben begonnen als verzamelaar. Ik vond strips heel leuk, al vanaf mijn vijfde jaar. Eerder nog, vierde jaar. Ik heb nog de oude George en Jimmy in Mina Sousa van Frans Piet. Die heb ik zelfs nog ingekleurd als vierjarig jongetje. En dat album ligt trouwens in het Stripmuseum in Groningen. Als curiositeit van dat ik dat inkleurde als vierjarig jongetje. Ik tekende ook heel veel, maar eigenlijk nog geen strips. Toen op een gegeven moment ben ik bij de schoolkrant terechtgekomen, die toen nog gestenceld werd. Daar konden geen foto's in, maar je kon wel een stencil tekenen, dus ik tekende dat. En toen bleef er een achterpagina over. En toen was er een vriend van mij, die ook in de redactie zat, die zei van... Jij verzamelt toch strips en je kan tekenen, waarom teken je niet een strip op die achterkant? Toen had ik iets van, ja... Waarom niet? Dus toen heb ik toen een half uurtje heb ik zo'n hele pagina vol zitten tekenen. En daar is het eigenlijk pas begonnen. En toen had ik iets van, hey, strips tekenen is heel leuk. Na mijn middelbare school ben ik nog heel even op de... Ik had eerst nog een jaar een soort culturele opleiding, hoe heet dat nou, die school. Toen ben ik naar de kunstacademie gegaan. De Willem de Koning Academie, die toen nog niet zo heet. Maar toen waren er een paar leraren, die hadden iets van, ja... Jij wil heel graag strips tekenen, dat kunnen we je niet leren hier. We zijn een publiciteitsrichting doen wij. Het was een van die leraren die zei van, ik zou gewoon gaan solliciteren. En als je aangenomen wordt, moet je gewoon stoppen. Dat is een hele raar advies natuurlijk van zo'n leraar. Toen ben ik naar Oberon gegaan. Ik heb gesolliciteerd bij het blad Shorts. Oberon die gaf het blad Shorts uit. Pep, Donald Duck, Bobo, Tina... En ik kwam bij Shorts terecht, omdat daar op de redactie zat iemand die diezelfde school had gedaan, dat ene jaar wat ik had gedaan. En zij had iets van, nou, laat maar zien die tekeningen. Nou, ze waren toen net aan het verhuizen en ik heb die tekeningen daar achtergelaten met het idee van, nou, er zal wel niks uitkomen. En de volgende dag werd ik nog gebeld door de hoofdredacteur van Donald Duck, die in die volgende kamer zat en die tekeningen van mij had zien liggen en die mij vroeg van... Heb je zin om Donald Duck te tekenen? Tuurlijk had ik daar zin in. Ik wilde tekenen, maakte niet zo heel erg uit wat. Nou, bij Donald Duck is een hele goede leerschool geweest. Want dan krijg je echt van bovenaf, van meneer Disney bijna zelf, krijg je opgelegd van hoe je moet tekenen, hoe de verhoudingen zijn, hoe ze moeten kijken. En ik ben ook meteen met die academie gestopt. Dus ik heb 3 weken in het eerste jaar gezeten en 7 weken in het tweede jaar geloof ik. Ik ging iedere week mijn tekeningen brengen en... Liep natuurlijk ook bij Shorts en ook Pep, want ik was Pep geïnteresseerd bij de redactie naar binnen en stelde me voor en tekende me. Op een gegeven moment, eind van het jaar, toen bleef er een pagina over, of nou ja, ik weet niet of die echt overbleef, maar de hoofdredacteur toen vroeg van, heb je zin om een stripje te maken met Wilbert? Wilbert die tekende toen ook voor Donald Duck. Ik kwam uit Rotterdam, dus we kwamen elkaar wel eens uit op de redactie tegen en gingen dan met de trein samen terug naar Rotterdam. En toen heel kort daarna, het ging allemaal heel snel, heel kort daarna had ik in Pep voorin de aankondigingsstrip, Pepijn. Van het een kwam het ander en toen gingen Pep en George samen in het blad Eppo. En toen, toen vroeg de hoofdredacteur Frits van der Heijden, die vroeg toen eerst aan mij of ik Billy Turf wilde tekenen. Oké. Die zou in het blad komen, maar ze vonden die Engelse Billy Turf vonden ze niet zo leuk. En of ik een nieuwe versie, een leukere versie. Ik heb nog een beetje Billy Turf zitten tegen. En toen zei Frits of Martin van, tegen mij van, stop maar met Billy Turf. Heb je zin om George & Jimmy te proberen? Toen had ik iets van, ja, ook leuk. toen had ik iets van, ja, Jan Kruijs heeft het 2 jaar gedaan. Jan Steeman heeft het 4 jaar gedaan. Ik doe het ook een paar jaar en dan ga ik weer wat anders doen. Maar Shorty Jimmy was zo leuk om te tekenen. En de redactie vond het leuk en ik vond het leuk en de lezers vonden het leuk. En nou, ik ben dus nu al meer dan 40 jaar de tekenaar van Shorty Jimmy. Ondanks dat hij nu niet getekend wordt en een beetje stil ligt, ben ik nog steeds de tekenaar. De eerste jaar heb ik hem nog getekend onder redactie. Nee, met schrijfster Patty Klein samen. Het was door de redactie was dat waren we bij elkaar gehaald.
Zij kon leuk stripjes schrijven. Het moest eigenlijk een beetje zijn. Martin Lodewijk wilde eigenlijk dat Sergeant Simmy weer helemaal terugging naar het allereerste begin. Dus Martin Brenner, of die pagina's heb ik er ook bijgehaald in het begin. En ook de eerste paar pagina's van Frans Piet heb ik erbij gehaald. Dezelfde sfeer. Beetje dertiger jaren. Maar dan wel iets meer nu. Een beetje tijdloos was het. En Patty Klein heeft ook een beetje dat soort verhaaltjes verteld. Nou, Wilbert die zag ik nog steeds wekelijks, want we werkten allebei ook nog steeds voor Donald Duck. En die had iedere keer iets van, ja, het is best een leuk stripje, maar als dat en dat nou anders was geweest, dan was het veel leuker geweest. En die had iedere week had hij een aanmerking. Dus ik had iets van, ik geef het door aan de redactie en wie weet, nou die redactie had dus iets van, wat komt hij weer met zijn gezeur. Dus die zei tegen Wilbert, die toen al vaak met Jan van Die samen ook films zo besprak. Jan en Wilbert die hebben 20 plotjes geschreven voor nieuwe George Simmy verhaaltjes. En dat aan de redactie gegeven, want nou zo kan het ook. En die hadden echt iets van, wauw, dat is echt veel leuker en... Oké, jullie zijn aangenomen. En toen heeft eerst nog een paar weken heeft Patty Klein heeft de plotjes van Jan en Wilbert weer een beetje herschreven in haar stijl. Dat is ook om de overgang niet te groot te maken, maar nou, ze had er natuurlijk ook geen zin in, want ze verzon liever zelf verhaaltjes. Dus op een gegeven moment zijn Jan en Wilbert de schrijver geworden en echt als we waren alle drie in Rotterdam, dus we zagen elkaar alle drie vaak en... Die plotsessies waren echt verschrikkelijk leuk. Zeker als in de zomer, als we met z'n drieën op een terrasje zaten. Dan kwamen er echt wel 20 belachelijke ideeën. die dan heel kort even heel snel opgeschreven werden. En van die 20 vielen er 10 af, omdat ze te belachelijk waren. Maar die andere 10 werden dan... Maar het werd echt heel leuk op een gegeven moment. We schreven en tekenden eigenlijk de dingen die we om ons heen zagen. En ja, midden in Rotterdam, echt met zeker 80e jaren, die hip-hop jongetjes op skateboards en graffiti en vandalisme. Dat zagen wij gewoon om ons heen, terwijl Sergeant Simmy eigenlijk op Schiermeeuwenoog woonde. Waar waarschijnlijk helemaal niks gebeurt, maar wij haalden in ieder geval de grote stad daar naartoe. En daardoor werd het dus een hele moderne strip, waardoor Sergeant Simmy 2... multiculturele hip-hop jongetjes werden. Maar het groeide wel behoorlijk uit, George en Cindy. Want jij had natuurlijk de verhalen, maar op een gegeven moment werd volgens mij de Epo werd George Cindy Weekblad, toch? De strip werd dus op een gegeven moment zo populair dat de redactie die naar ons toe kwam iets had van het gaat niet zo heel goed meer met Epo. De oplage is nog maar 300.000. We willen er iets mee. Toen heeft het eerst nog een poosje Epo Wordt Vervolgd geheten. Ja, naar aanleiding van het tv-programma Wordt Vervolgd. Toen hadden ze iets van, ja, we willen het hele blad Sergeant and Simmy stripblad gaan noemen. En toen hadden ze een soort Donald Duck-achtig beeld voor zich. Ieder nummer, ze gingen uit van iedere week 6 pagina's Sergeant and Simmy. Ik heb nog niet verteld dat ik 3 dagen over het tekenen van zo'n pagina doe. Dus 6 pagina's per week is onhaalbaar. Dus toen hebben ze allerlei studio's aangeschreven waar ze al contact mee hadden. Uiteindelijk bleven er 3 studio's over die langere verhalen gingen tekenen onder mijn toezicht qua tekenen. Er werden ook schrijvers aangetrokken om die verhalen te schrijven. Die Jan en Wilbert dan weer redigeerden tot het was zoals zij dat voor zich zagen. Uiteindelijk heeft het dat toch ook niet gered. Het ging een poos heel goed hoor. Die verhalen die zijn ook best... Qua verhalen zijn ze best goed, maar qua tekeningen is het toch niet... het is anders. En omdat de ene studio beter was dan de andere, was het de ene week ook weer slechter dan de andere week. En ja, de echte vloeiende lijn is nooit meer helemaal goed teruggekomen. Maar dat lijkt me toch niet makkelijk als jij zo'n... die personages jouw eigen hebt gemaakt en ondanks dat het niet jouw... bedenkselen zijn. Ja, je zegt wel net, je bent al 40 jaar de tekenaar van. Ja, het lijkt dus wel mijn figuren geworden. Ja, ja. En om dan toch andere mensen daarmee eigenlijk bezig te zien. Ja, ja, dat was ook moeilijk inderdaad. Ja, in eerste instantie ook wel een uitdaging. Zo van,
wauw, het hele blad gaat naar mijn strip heten, naar onze strip heten. Dus we deden ook wel ons best om het zo goed mogelijk te redigeren, zodat die strip zo goed mogelijk bleef. Ja, op een gegeven moment ga je dat toch een beetje, moet je het wel een beetje loslaten, dat het zijn eigen leven ook kan leiden. We moesten een poos geleden, voor een ander interview, moesten we alle drie onafhankelijk van elkaar zeggen wat ons leukste album was geweest. Toen kwamen alle drie, rond album 10 kwamen uit. Hè? Dus na 10 jaar eigenlijk pas. Zeker in album 10 zitten een paar echt, kan ik nu met een gerust hart achteraf zeggen, echt geniale grappen tussen. En ja, waarschijnlijk de meest geniale, of die komen voor het grootste deel van Wilbert, die niet voor niks al 20 jaar bij Disney nu werkt en bij Warner Brothers en DreamWorks heeft gewerkt. Ja, hij kan het echt. En dat kan je dan nu, zeker na zoveel jaar, kan je dat zien. Van, dat zijn eigenlijk tijdloze grappen, ondanks dat ze over Madonna en Michael Jackson en de Playback Show en weet ik veel, van die tijdbepalende dingen gaan. Je zou ze zo weer kunnen herdrukken, misschien het woordje Madonna moet vervangen door Beyoncé of weet ik veel. Maar volgens mij kunnen die in eeuwigheid meegaan. Ik hoop dat Sanoma dat ook inziet en er toch weer mee verder zou willen gaan. Maar dat is weer een heel ander verhaal. Dat zou wel mooi zijn, hè? Ja. Maar was dat in die periode ook dat jullie met Claire begonnen zijn? Nou, dat was inderdaad. De vraag van de redactie was eigenlijk toen dat George and Sammy Stripblad begon. Dat er dan voorin zo'n verhaaltje kwam van die Spaanse studio en dat wij op de achterkant onze eigen wekelijkse pagina, die stond al op de achterkant, dat zou dan gewoon door moeten gaan. Maar toen hadden wij iets van, nee, dat moet je niet doen. Dat is net als dat je een vals briefje van 50 hebt. Dat zie je niet zo gauw, maar als je een echte ernaast legt, dan voel je het en ja. Ja. Dus dat moet je niet doen. Nou, daar hebben we ze van kunnen overtuigen dat het beter was om het niet te doen. En in diezelfde tijd speelde eigenlijk dat wij hadden, Sean Jimmy is zo populair, het heeft al een miljoen albums verkocht en het hele blad gaat zo heten. Waarom is die strip niet in het buitenland een hit? En toen hadden ze bij de redactie of de uitgeverij is dat dan eerder. Ja, dat hebben we wel geprobeerd, maar de strip is te Hollands. Ze hadden iets van, een onzin. Dus wij zijn met onze pagina's onder onze arm naar de eerste uitgeverij gegaan, over de grens, Antwerpen, op de eerste verdieping, de eerste deur rechts. Dat was de Flair-redactie. Het aankloppen, wij komen kijken of we hier... Nee, eerst gekeken, zagen dat er geen strip in Flair stond. En is de Jimmy misschien leuk? Nou, de hoofdredacteur, die was heel enthousiast, want zijn zoon was heel erg Sean Jimmy fan. Dus hij had iets, wauw, geweldig, ik vind Sean Jimmy zo leuk en die zou ik er geweldig leuk in Flair, maar liever zou ik nog een eigen strip willen. En bijna tegelijk was dat sprake van dat Sean Jimmy stripblad en dat wij dus Sean Jimmy niet meer zelf zouden tekenen. Toen hadden we dus, meneer Flair, we kunnen een nieuwe strip opstarten. Een paar keer langs geweest en over en weer. En we wilden eigenlijk Claire pagina nummer 1, Biroya pagina nummer 638 noemen. Want we hadden 637 Sean Jimmy pagina's gemaakt. En voor ons ging de strip eigenlijk verder. Dezelfde manier van vertellen, dezelfde manier van opbouwen. Dezelfde soort verhaaltjes. Maar achteraf is het wel goed, want het is een heel andere strip geworden. Zeker de eerste 10 nog niet, maar dan op een gegeven moment. Sean Jimmy was een soort slapstick. Gooien en smijten en vandalisme. En Claire heeft meer een gevoel. Meer een gevoelstrip. Dat klinkt raar, want het blijft een gagstrip, maar. Het is een andere strip geworden dan George and Jimmy was. Ja, en een vraag die mij gewoon echt
door het hoofd speelde is, hè, in verband met natuurlijk het hele gedoe rondom de rechten van George en Jimmy. Van, stel nou dat Sam maar een vlaag van verstandsverbijstering heeft, of van gezond verstand, misschien beter is te zeggen. En dat ze zeg maar jullie de rechten teruggeven. Want dat, ja, en dan? Ja, die rechten die willen ze niet. Die willen ze niet kwijt. Dat is zoiets als dat je Calvé pindakaas bent en je maakt geen pindakaas meer. Maar dan ga je toch niet die naam Calvé weggeven. Want dat is een soort kroonjuweel waarvan je weet niet. We werken eigenlijk gewoon liever samen. We willen eigenlijk gewoon dat iedereen overtuigd is dat die strip leuk is en dat die door moet gaan. Ik heb het idee dat ze dat bij Sanoma ook wel willen. Het probleem is dat het niet echt een uitgeverij meer is zoals vroeger. Het is een aandeelhoudersinstituut. En die aandeelhouders willen dit jaar heel veel geld verdienen. En als je de strip Joy & Jimmy nu opstart en nu die albums gaat herdrukken, dan moet je dat nu investeren. Misschien krijg je dat volgend jaar dan terug. Ik denk dat dat het grootste dilemma is op dit moment. Op een keer hoop ik dat ze eruit komen en dat we gewoon weer leuke nieuwe strips kunnen maken. En dat die oude ook weer opnieuw uitgegeven kunnen worden. Want die waren zo leuk. Ja, dat klopt. Ja. Maar met Claire, daar ben je nog steeds wel mee bezig. Ja, Claire is nog wekelijks in de Vlaamse Flair.